Paragraaf 8.2 gaat over de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen zoals het nationalisme, het liberalisme en het socialisme. Er zijn nog twee andere politiek-maatschappelijke stromingen, het confessionalisme en het feminisme, maar die worden in ons boek pas in paragraaf 8.4 behandeld. Deze paragraaf gaat over politieke stromingen, maar tegelijkertijd gaat het ook over de verschillende groepen in de maatschappij waarvoor die stromingen bedoeld zijn. Het gaat dus ook over sociale verhoudingen. Dit wordt een heel kort filmpje, waarin eigenlijk de basis van paragraaf 8.2 wordt uitgelegd uh, en de inhoud van de verschillende stromingen. Die uh, worden in drie aparte filmpjes ook behandeld. Oké, okay. uh, voor die opkomst van die politiek-maatschappelijke stromingen moeten we eerst even een klein stapje terug in de tijd maken. We gaan terug naar hoofdstuk 7, terug naar de tijd van de Franse Revolutie. Want tijdens die Franse Revolutie werd de macht van de koning beperkt en kreeg de bevolking juist meer te zeggen. En ja, zoals we gezien hebben, gebeurt er tijdens die uh, Franse Revolutie van alles. En uiteindelijk wordt die uh, periode opgevolgd door de Napoleontische tijd. Maar in 1815 is Napoleon definitief verslagen en dan begint er een nieuwe tijd in Europa. En dan zien we dus dat uh, de koningen weer de macht terug uh, beginnen te pakken van uh, de gewone bevolking. Er vindt dus een restauratie plaats van de macht van de vorsten. Overal in Europa komen de oude vorsten en de oude adel weer aan de macht. Je zou dus kunnen zeggen dat er helemaal niets veranderd is door die Franse revolutie, maar dat is niet waar. Want de Franse revolutie heeft Europa wel degelijk op zijn kop gezet. Voor de Franse revolutie was er sprake van een standensamenleving. En ehm... Um als je nog precies wil weten wat dat is, dan zou ik je even terug willen verwijzen naar, verwijzen naar het filmpje van paragraaf 7.2. Maar dat was dat verhaal van uh, ja, wat je kon vergelijken met die vissen in die vissen komen. Als je in een bepaalde stand geboren werd, dan bleef je ook in die stand en je kon niet zomaar van de ene naar de andere stand komen. Er was dus weinig sprake van sociale mobiliteit, zoals dat dan heet. Um, zoals gezegd, verandert de Franse Revolutie dat. Want uh, tijdens die Franse Revolutie worden de standen afgeschaft. En bovendien hebben we in uh, de vorige paragraaf ook nog een andere revolutie gezien. Geen politieke revolutie, maar de industriële revolutie. En uh, ook die is van belang bij het verdwijnen van de standensamenleving. Want uh, die industriële revolutie zorgt er eigenlijk voor dat er iets nieuws ontstaat, namelijk de klassesamenleving. En als we dan even het verhaal van die vissen er weer bij pakken, dan zie je dat er nu een groot verschil is. In een standensamenleving werd je geboren in een bepaalde stand. En dan bleef je dus in principe ook voor de rest van je leven in die stand. En bij iedere stand hoorden bepaalde rechten en plichten. Een klassensamenleving kun je vergelijken met één grote vissenkom waar alle vissen in zitten. En dan heb je een heleboel kleine visjes onderin zwemmen, die verder. Uh, Weinig te zeggen hebben en uh, die ook uh, niet veel geld hebben bijvoorbeeld. En bovenin zwemmen dan een paar grote vissen die eigenlijk alles te zeggen hebben in de kom. Maar in tegenstelling tot de drie vissen komen bij uh, de standensamenleving, kun je in de klassesamenleving wel hoger opkomen. Je kunt jezelf van kleine vis opwerken tot grote vis en bovenin de kom uitkomen. En andersom geldt dus ook dat je als grote vis je plaats kunt kwijtraken en dat je kunt afzakken. In de klassesamenleving is er dus wel sprake van sociale mobiliteit. En de klassesamenleving, die vooral door de industriële revolutie opkwam, die zag er ongeveer als volgt uit: Je kunt een bevolking altijd in een bevolkingspyramide neerzetten. De mensen die bovenin de pyramide staan, dat is altijd maar een hele kleine groep, maar die heeft wel het meeste zeggen of die heeft wel het meeste geld. En vaak gaat dat natuurlijk ook samen. En onderin de piramide vind je altijd een hele grote een hele brede groep die veel minder te zeggen heeft en die veel minder inkomen heeft. Je ziet dat deze bevolkingspiramide in drie delen is opgedeeld. Er zijn grofweg gezegd dus drie klassen. De hoogste klasse is de klasse van waar de oude adel in zit en waar de gegoede burgerij in zit. En de goede burgerij, dat waren voor een groot deel uh, de nieuwe fabrieksbazen, die door de industriële revolutie heel erg rijk aan het worden waren. Daaronder kwam de burgerij, de kleine burgerij werd die ook wel genoemd, uh, de middenklasse zouden wij tegenwoordig zeggen. Dat zijn mensen die vaak een uh, goede opleiding hadden genoten en uh, die bijvoorbeeld een eigen winkeltje hadden of uh, die ergens op kantoor werkten. En dat konden bijvoorbeeld ook uh, leraren zijn. Maar uh, die stonden duidelijk in ieder geval boven uh, de laagste klasse in de klassensamenleving. En dat was de zogenaamde arbeidersklasse. En je ziet al dat uh, in zo'n industriële samenleving, die we in paragraaf 8.1 hebben zien ontstaan, de arbeidersklasse het grootste deel van de bevolking vormde. En die arbeidersklasse kun je eigenlijk ook weer onderverdelen in twee groepen. Je kunt een onderscheid maken tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders. Gescholde arbeiders hadden nog een bepaalde opleiding genoten en ongescholde arbeiders hadden dat niet en zij deden daarom vaak ook het uh, gevaarlijkste en het zwaarste en het smerigste werk. Nou, wat heeft dit hele verhaal nou te maken met die politiek maatschappelijke stromingen waar deze paragraaf toch over zou moeten gaan? Nou, als je dat wil weten, moet je gaan kijken naar de belangen die eh, iedere klasse eigenlijk heeft. Er ontstonden politiek-maatschappelijke stromingen die de belangen van een bepaalde klasse of van bepaalde klassen eh, vertegenwoordigden. Zo past het liberalisme eh, vooral bij de hoogste klasse. Eh, dat was vooral de gegoede en de kleine burgerij eh, die zich liberaal gingen noemen. Hetzelfde geldt voor het nationalisme, dat vond ook vooral haar aanhang. Onder diezelfde twee klassen. En die twee pasten dan ook best goed bij elkaar. Die sloot elkaar in ieder elk geval niet uit, zo moet ik het zeggen. Je kon best en liberaal en nationalist zijn. En uh, ja, voor de arbeidersklasse, daarvoor kwam de stroming van het socialisme opzetten. Nou ja, wat die drie stromingen precies inhouden, ik zeg al, daar komen gewoon aparte filmpjes voor. Dan kunnen we daar iets beter op ingaan. Maar dan heb je in ieder geval een idee wat er allemaal gebeurt zo vanaf 1815 ongeveer. De Franse Revolutie en de Industriële Revolutie zorgen er dus voor dat er een nieuw soort samenleving ontstaat, een klassesamenleving.